Oké, dit is de Yakima Folktrek 2 EVO. Model 24. Dus hoe werkt het systeem? Je gaat hem eigenlijk verticaal op de trekhaak zetten. En dan ga je zo gewoon duwen op het handvat. En dan klik je hem zo vast. En dan zet je eigenlijk nu muurvast op de trekhaak. Vervolgens ga je de lichtbalkjes zo openmaken met het verzuimeltipje. En de wielgoten van de eerste positie links en rechts en de tweede positie links en rechts gaan vastklikken. Het kantelen van de drager doe je middels het duwen met de voet op de pedaal. Zodat je eventueel de kofferklep kan openmaken, iets uitnemen en vervolgens terug te maken. De drager is voorzien van twee armen die je vastzet eigenlijk op de fiets. Die armen zijn voorzien van een knop. De knop die heeft een slot. Hetzelfde slot als het slot die op de drager zit, waar je de drager eigenlijk mee verrendelt op de trekhaak. Vervolgens de elektrische aansluiting. Het is een 13-polige aansluiting die hier nu vast zit in een houdertje. En dat volstaat van die los te klikken en dan kan je die zo makkelijk gaan indraaien en dan heb je verlichting op je drager. De drager is een full black edition, is voorzien van ledlicht, waarbij dat alle functies van de verlichting in led uitvoering zijn. En dan heel simpel, als je hem dan terug wil opbergen, je neemt je de fiets uiteraard eraf en ga je hem zo gaan inklappen. Grendeltip is hier, maar je trekt aan de pedaal met een dubbele functie. Die ga je gewoon zo gaan aantrekken en dan neem je hem zo op het vertaal terug af. Als je hem meeneemt, dan neem je hem zo mee onder de arm. En dan kan je makkelijk door het feit dat hij compact is, thuis gaan opbergen. Jubels! Voilà.